De digitale Ziggo-ontvanger. Ideaal voor mensen die nu Ziggo-televisie kijken, analoog, en een televisie hebben zonder een ingebouwde digitale tuner, oftewel een DVB-C-tuner. Als je dat hebt, dan kun je dit kastje gratis en voor niets in bruikleen krijgen van Ziggo. De tweede en de derde eventueel van andere tv kun je ook in bruikleen krijgen, maar die kosten €29,95 gewoon eenmalig. En dan heb je dus deze kastjes en dan zorgt dit dingetje ervoor dat digitale televisiesignaal wordt omgezet gewoon naar je televisie, zodat je gewoon weer tv kunt kijken. Hoe sluit je dat aan? Nou, er zit een adapter in het doosje, die sluit je op de poweraansluiting aan. Deze gaat dan in het stopcontact. Vervolgens de witte kabel, die gebruik je om het kastje aan te sluiten op het televisieaansluitpunt in de muur. Dat gaat deze dan in. En dan tenslotte nog heb je een kabel nodig om hem aan je televisie te koppelen. Er zitten er twee in de verpakking. Eentje is met een HDMI-aansluiting. Als je televisie een HDMI-aansluiting heeft, gebruik deze dan. Die geeft de beste beeldkwaliteit. Maar stel je televisie is heel oud, dan kun je alsnog de SCART-aansluiting gebruiken. En die hebben ze eigenlijk allemaal wel. En die gaat hier in deze aansluiting. En dan is het vervolgens, ja, in de SCART-aansluiting en je gaat met je televisie zappen naar bijvoorbeeld SCART 1 of ingang 1, hoe dat ook heet. En vervolgens het zappen van televisiekanalen doe je dan met de afstandsbediening. En die is lekker simpel, grote knoppen, kun je meteen nummertjes indrukken of gewoon met de plus en de min bij de P van programma kun je doorzappen. En er zit ook nog een EPG-knop op, dat heet elektronische programmagids. Dan zie je van die balletjes, dan zie je precies wat er wanneer op televisie is. Ideaal. Er zitten ook nog twee boekjes bij. Hoe sluit je hem aan en hoe gebruik je hem dus? Kun je gewoon weer tv blijven kijken, ondanks dat analoog afgesloten is. Je hebt meer kanalen, betere kwaliteit en ook nog eens Ziggo Sport erbij. Top deal.